Jullie nemen Michael Jackson zonder merch mee. Er zijn 104 dagen zomervakantie voor de school weer gaat beginnen. Maar het grootste probleem waar we nu dus mee zitten, is dat we iets moeten verzinnen. Bijvoorbeeld bouwen een raket, een mummie gaan slaan, de Eiffeltoren op. Dingen bedenken die echt niet bestaan, we stoppen een aap in het sop. Over de golven gaan, de wetenschappers slaan op zoek naar Frankensteins brein. Je ziet een dodo staan, je brengt een verfje aan of plaagt je zus voor de gein. Zoals je ziet, valt er niets te vervelen, totdat de school weer begint. Kom op, Penny. Dus hou je vast, want Phineas en Ferb gaan samen door het lint. Dus hou je vast, want Phineas en Ferb gaan samen door het lint. Mam, Phineas en Ferb zijn een titelsong aan het maken. We gaan shoppen, kennis. Betekent dan dat ik dan de leiding heb? Ja, ja, als er een komeet valt, dan heb jij de leiding. Yay, 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 yay! Come on! Mam zei dat ik de leiding heb, dus haal jullie niks in jullie hoofd. Anders bel ik mam. Oké, Candice. Hey, Ferb, wat gaan we doen vandaag? Misschien een film kijken? Super idee, Ferb. Hoi, Phineas. Wat doe je? Hoi, Isabella. We gaan een film kijken. Superleuk. Hey, waar is Betty? Hey, Candice. Kom je mee naar de film kijken? Nee, helemaal niet. Ik ga het tegen mam vertellen. Hey, Candice. Kom je mee naar de film kijken? Natuurlijk! Zoals iets kom je ook naar de film kijken. Ja, ik hoop dat het een documentaire is over antropologie. Hoe is dat nou echt? Ja. Oké. Oké, mensen, de film gaat beginnen. Joepie! Hallo jongen. Een meisje. Een meisje. Wij zijn Rob, Hermie en Rudy. Boeien. Wij willen graag leren toveren, maar hebben geen geld. Daarom moeten jullie door. Maar. We hebben Harry Snotter vermoord. Goed, zei Hagrid. Super, ik ben trots op jou. Ik heb geholpen. Stoever. Mogen wij leren toveren? Jawel. Joepie. Joepie. Het is goed nieuws. Er is een nieuw iemand die Harry Potter. Yeah! En ik wil het eigenlijk ook nog een plaats zien. Het zal heel erg makkelijk worden, want hij staat niet aan. Yeah! Oké, ik wil het weer normaal. Nu! Yeah. Hallo iedereen, vandaag ga ik jullie in groepjes opdelen. We beginnen met
Oh nee, weer een zwepel. Maar ik weet wel wat ik ermee ga doen. Dat wordt... Huffeltuf. Een applaus. Nu naar voren, Mia Wiebel. Een webel. Deze ga ik bij Ravenpauw zetten. Applaus. De volgende die ik naar voren roep is Rob Webel. Maar, weer al een webel. Deze gaat naar Gryffindor. Yay! Applaus. Die de pet opmaakt is Hermine Gryffindor. Gryffindor! Applaus. Nu vraag ik Rudy Potter. Wat? Niet zwabberbig. Je zou er nogthans heel veel goede punten kunnen halen. Toch niet. Dan wordt het Gryffindor. Applaus. Bezem in de lucht. Pas op, Rudy. Je bent in gevaar. Nee, jij bent in gevaar. Avada Kedavra. Hij heeft mijn ouders vermoord. Dat was toch legermoord? Oeps, foutje. Ik
kijken? Nee, ik ga wel kijken. Oké dan. Beatrix, hoeveel levend dood is heb je afgegeven? Ik heb ze niet geteld, ik denk. Vijf, denk ze allemaal. Elf. Ik zal Rudy wel pakken. Rudy! Jij moet dood. Wacht, laten we kracht en papier doen voor de macht van het vijftal. Wie verliest heeft pech. Voor de macht, hè? Wel oké. Schaar, steen, papier. Shit. Schaar, steen, papier. Oh, begin als geluk. Schaar, steen, papier. Nee! Verloren. Kom, Beatrix. We trappen het af. Omdat Mia dood is, is het zweefvaltoernooi afgelopen. Zoals jullie weten, ben ik een Beatrix. Nee, ik heb het niet. Ik had het schat. Goed, hè? Ma! Ik ben nu! Vandaag gaan we de stukjes. Ik trek het. Jongen en meisje. Yes!